Oh, heerlijk, hè, schat. Lekker een weekendje kamperen. Ja, fijn, fijn kamperen, ja. Weet je, wat is het tijd met je tweetje, schat? Kom op. Je bent altijd zo langzaam. We zijn ergens in de weg, ik weet niet wat. Ik weet niet wat, we zitten hier. Hoe zijn we hier? Schat, hou eens op met knoten en lopen ze een beetje door. Dat was die nummer 3. Ja. Nummer 3. Nummer 4. 3. We zijn nu de tweede kans geweest, hebben we gezien. Veel die tweeën met z'n beetje kokers. Hebbers. Schat. Hebbers. Schat. Ja? Het wordt al donker. Ja, en? Je moet hier de tent zo meteen nog opzetten. Op dat nog? Ja. Jezus. Hoe zit het hier, jongens? Kasteel en Laan. Kasteel en Laan? Hé, hey, je moet nou eens een kasteel in. Wacht. Je zoekt een kasteel? Nee. Nou, dan kunnen we het dorpje ook weg. Dan kunnen we kasteel weg van maken. Nou, Jezus, dat is nog allemaal in die tas in nu. Ik ben gek van die. Oh. Kijk schat, daar staat een grote witte tent. Ja? We kunnen een mooi onze tent ernaast. Oh, god. Hoe zit het nu? Kom, echt waar, nog eens door. Je wordt echt met het jaar langzaam. Dan wint het gek met dicht. De tent. De tent wordt witter. Kijk schat, dit is een mooi plekje. Ja? Je kunt onze tent opzetten. Ook de tent nog op. En weet je wat ik nou echt zin in heb? Ik zou het niet weten. Een glaasje prosecco. Dus als je dat wilt. Is het koffie? Nee, hallo. Ah, het is al avond. Prosecco. Alsjeblieft. Hebben we er niet op? En als je me ook even een stoel wil neerzetten, want ik kan hier niet zo blijven staan. Tuurlijk, schat. Allee. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Shot. En de prosecco alsjeblieft. Ook dat kom. Ja. Oei. Prosecco. Zo goed, mevrouw. Dankjewel, schat. Of als ik met de tequila van dit Rambo. Niet zo over Rambo, hè? Ja. En hoe lang ben je nog bezig om die tent op te zetten? Die tent? Ja. Die tent moet ik opzetten. Schat, die steekt in een zucht. En dan weer. En dat zucht is allemaal over, dus we hebben dat allemaal niet meer gebeurd. Wat is het plan, professor? Wie kennen die kostbare stukken, vind je? De Romeinse helm of een diamanten ketting en een diamanten ring. Maar weet wat hier allemaal begraven ligt? Ha, we zitten wel goed. Oei, begraafplaats. Ik heb even tonnades. Er moet van alles en dingen liggen. En dan ben ik niet de gemeente bij Jan op de gat. Ja, maar professor, dat zijn allemaal kostbare stukken. Zeker in verband dat er andere schatgraven zijn, zoals misschien die nog? Hé? Die? Die kan ik wel af, een flipje. maar, ik heb geen alles. Ik ga de computer worden geflipt en een rondje van de computer worden. Ik kon niet meer zo doen. Dan word ik volgende op de laptop. Kom maar eens met een beetje naar achter. Ja, Geer. Dat is een mooi.
zet, hè? Dat is wat anders dan het gebeurt dan voor jou hier. Stoen heeft van natuurlijk nog op zijn gezicht smeren dus dan. En dat hoort voor me, dat kiel van ik, dat kost me er ook aan. Maar professor, ik ken die kostbare stukken niet, vind je? Hier is een. Je moest daar verzeuren. Ik ben het gewoon. Ja, maar ik ben aan het graven, maar ik ken het niet, vind je? Je moest een graven diamiet zoeken. Professor, zal ik eens gaan dieper doen? Ik vind niks. Je moet er eens op gevuld. Rustig. Maar professor, wat is dat in een grote, volle zak, man, hoor ik hem op vuur? Ah, wat was alles op vuur? Maar, volgens mij heb ik het gevonden. Nou, dan beliezen. Tegen zie. Wat je die nou doet, zeg ik? Rustig, 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 meisje. Alles en alle stukken op in de vonden hebben. Die moet. Volgens mij heeft hij dit wel. In de leegboten, moet ik zeggen dat je bent zo. Nee, schat, doe eens rustig. Zet de tent maar op. Ik heb geen zin in herrie. Volgende keer spreek professor, ik heb volgens mij meer heb gevonden in de volle, grote, dikke zak. Kijk zie. Ik vind je alleen maar kinderen aan het trein. Wat is dat hier? Dat is toch niet normaal, zeg? Nou, jongens, hè? Zie je, schat, wat hij daar uittrekt? Die vredende meester was aan het zuivere koffie is toch? Hé, Jan de Fee! Was toch een chance met jouw oogstrooi? Wel, nee, schat, zo ging dan met die tent. Ja, ik maak hem spits en ik maak hem zo die mooie nu, ja. Oh, wat heb ik een dorst gekregen van al dat graven. Ik denk dat ik me eens een flesje peer wil pakken. Sjoe, jongen, hoe is die in de dorst, hoor. Ja, het was het niet anders, hoor. Dat zijn toch wel echt zieke mensen, hoor. Dat is wel pijnlijk, hè. Ja, meneer, maar je hebt de beuze door. Maar ik vind het wel heel eng, want het voelt heel akelig aan. En boos! Jongen. Het is maar een vuilbuuske. Maar ik heb een ander probleem. Er zit me een appel in de weg. Hoog, dat gaat naar beneden. Ik zal het proberen, professor. Maar schat, dat is toch niet normaal wat daar gebeurt? Ja, ik hoop wel dat die vaseline het gevoel kreeg. Nou, ik weet niet wat die allemaal aan het doen zijn, maar... Dat vroeg ik ook wel, meneer Doorn. Ja, ziet er wel heel erg raar uit. Dadelijk raak je door. Professor. Ja? Ik heb het gevonden. Volgens mij de dynamiet staven. Voorzichtig. Die ploffen niet. Die ploffen niet. Kiki. Ja, ik heb ze. Voorzichtig dan met. Hoor je dat, schat? Zo meteen vliegen hier allemaal de lucht in. Zou je niet eens wat doen? De politie bellen of zo? Mensen, dat die blauwe notitie van mij. Kom maar hier. Ik kan er niet zo door. Als je maar de heen kunt erin, dit geur of zin, dan kan je er niet gooien.